12 comedians op de rand van doorbreken vuren hun beste grappen af op het Nijmeegs publiek. In deze aflevering, Paul London. Wanneer ben je begonnen met stand-up comedy? 2012 in november. 23 november, weet ik nog. Ik werkte in een bar waar een open mic was. En ik vond mezelf grappiger dan 90% van wat daar optrad. En ik dacht van, ik deed het. En ik bleek grappiger dan zeker 15% wel wat optrad. Dus dat was mijn eerste keer. En toen heb ik 6 minuten gedaan over dat ik op straat poep in Rotterdam, wat echt gebeurd was. En dat was ik al mijn materiaal. Dus de eerste 3 maanden was ik alleen maar, had ik dat als materiaal. En als mijn eerste grap niet lukte, dan moest ik nog 5 minuten doorploegen door dat hele kutverhaal heen. Voordat ik huilend af mocht. Sterk begin. Ja, op zich ging het wel goed. Na een paar maanden stond ik in de finale van de Comedy Award daar, landelijk ding. En dat ging heel goed tot aan de finale. De halve finale was echt fucking stellar, dat ging fantastisch. En toen had ik tussendoor een optreden, was ik super arrogant. Toen dacht ik van, yo, ik heb dit. Er waren 30 mensen en ik ging hun de avond van de leven bezorgen. Want ik ben Paul London en ik stond in de finale, dus doe ik gewoon. Dus ik loop op en die eerste grap die valt niet. En ik raak in paniek en ik raffel het af en ik ga gewoon 6 minuten helemaal kapot. En dus dat was geen goede generale. En toen in de finale ging ik oké, maar was gewoon niet al te best. Wat wil je met comedy bereiken? De mensen. Met mijn boodschap. Nee, ik wil in ieder geval part-time mijn werk ervan maken. Liefst fulltime. Ik vind het leukste wat er is. Voordat ik opga, dan haat ik mezelf. En dan denk ik, je bent niet grappig, je gaat dood. En dan sta ik op het podium en denk, nou, ga wel. En dan loop ik af en denk, ja, doe het nog een keer. Dat is een beetje wat de volgorde is bij mij altijd. En ik vind het mooiste wat er is. Er is niks leuker dan mensen aan het lachen maken. En dat heb ik heel mijn leven getracht te doen. Op verjaardagen en feestjes en tot vervelens toe. En nu mag ik dat op een podium doen. En langzaamaan krijg ik wat meer betaalde spots. En ik groei heel langzaam dat het mijn beroep gaat worden. En dat zou ik fantastisch vinden. Je staat vanavond in Nijmegen op de Zeester bij de Love Boat. Ben je vaker in Nijmegen te zien? Ja, ik sta geregeld bij Koningscomedy in Café de Opera hier in het centrum. En ook in Café de Opera hebben we maandelijks een comedy quiz waar ik een van de panelleden ben samen met een mystery guest. Beschrijf jezelf in 3 woorden. Vaak wel herkenbaar, denk ik. Ik doe wel veel jokes over, dus eigenlijk al veel meer dan 3 woorden. Herkenbaar, sympathiek en fascist. Ik denk dat wel de drie woorden zijn. Volgens mij moeten we afsluiten. Volgens mij moet je op. Dat klopt. Ik ga lekker optreden en ik heb er zin in. Succes. Dankjewel. Yep. Begin maar met applaudisseren, dames en heren. De ene rechter, Paul London! Dank u wel. Hallo Nijmegen. Hallo, hoe is het met jullie? Klinkt lekker. Hoe is het met jullie? Mooi, met mij is het ook goed. Ik ben wel een beetje moe, moet ik zeggen, als ik heel eerlijk ben. Donderdag is mijn papadag. Kennen jullie dat? Zijn de papa's in de zaal? Ja, dat is inderdaad exact het geluid van papadag. Echt jongen, voordat je vader wordt denk je papadag, dat is gewoon Netflix en chill. En als je vader bent weet je gewoon papadag is Netflix en strijken. Gewoon de hele dag. Dat is echt, dat zit namelijk zo, ik woon samen met een vrouw. Dat was hem. Niet normaal. Wonen jullie samen? Oké, gefeliciteerd. Maar maakt zij ook zoveel rommel? Ja? Iemand slaapt op de bank vanavond, in ieder geval. Dit is mijn vriendin ook. Die maakt zoveel troep, dat is echt niet normaal. Dan kan je echt, man, je kan er een boek over schrijven. Ben ik ook aan het doen. Het wordt een kinderboek. Het heet Prinsesje Pleurisbende en de Mysterie van de Verloren Pinpas. Nee, schat van de meid. Ik had pappendag, maar ik had ook al waardeloos geslapen vannacht, jongens. Ik had echt op de bank ook. En daar ben ik niet begonnen. Ik ben gewoon begonnen in bed. Alleen, ik lag naast mijn vriendin en we konden niet slapen. Of tenminste, zij eerst wel. Het zat zo. Jij weet dat jullie slapen ook samen, neem ik aan. En dan weet je gewoon dat een bed delen met een vrouw is hetzelfde als een land delen met Israëli's, toch? Je hebt gewoon steeds minder ruimte en op een gegeven moment wil je gewoon fucking stenen gaan gooien, want je bent zat. Dus, ik lag gisteren, man. Echt, ik lig gewoon echt heel lekker hier zo en zij ook. Dat was een beetje. Ik had een been zo half over me heen. En een arm zo in mijn gezicht. En een bos rode krullen. Zo in een beetje alsof je met protestzanger Armand in de kist ligt.
zeggen. Maar het, zoals ik had het snurken, weet je, zo, ben ik te min. Dat was een beetje hoe het ging. En ik werd steeds giftiger gewoon. Ik wil gewoon slapen en ik heb mijn slaap nodig, want zo mooi ben ik niet. En ze ligt zo half op me en toen dacht ik van ja, maar weet je, ik hou wel van haar en zij heeft slaap nodig. Ze moet morgen wel naar de werk. Dus ik denk van ja, dus toen heb ik de oplossing bedacht. En toen heb ik heel liefdevol heb ik zo mijn elleboog zo in de ribbenkast geplant. En op dat moment gingen heel even de ogen open. En toen dacht ik, dit is mijn kans. En toen keek ik eraan en zei ik, oh, kun je ook niet slapen? En toen deed ze meteen de ogen weer dicht. En toen ging ze gapen, jongen. Echt de hardste gaap ter wereld. Gewoon echt heel die mond gewoon helemaal open. Zoals ze dat doen als ze gapen, hè, vrouwen? Doen ze. En zo heel die mond open. En echt de kamer trok gewoon vacuüm. Zo hard was ze aan het gapen. De muren die bogen naar binnen. En de ramen die barsten gewoon bijna uit de kozijnen. Toen dacht ik, ja, hallo, ik niet slapen. Jij ook niet slapen. Toen heb ik zo mijn mond op haar mond gezet en teruggeblazen. Zo. Ja, toen waren we over eens dat ik beter op de bank kon gaan slapen. Maar hij is een leuke meid, schat van de meid, mijn vriendin. Ik heb alleen wel, dat kan ik met jullie wel delen. Toen ik net verkering met haar had, toen heb ik mijn moeder niet verteld dat mijn nieuwe vriendin Turks is. Want dat is ze niet. Nee, ik ga niet liegen tegen mijn moeder, toch? Nee, leuk. Zij komt hier uit de buurt. Ze komt hier vandaan. Ik kom uit het westen. Uit de buurt van Rotterdam, als je het nog niet door had. En wat ik niet wist, maar jullie weten dat allemaal gewoon wel, is dat vrouwen uit het oosten, die zijn, ja. Jij weet het, je bent er een. Hoe zeg ik dit netjes? Mijn vriendin is, ja, ik zal niet zeggen dat het een slet is, want ze is hier. Maar ze is seksueel wat vrijer dan ik, zeg maar. Ik zou een voorbeeld geven. We gingen eten bij mijn ouders in Rotterdam. En ze kwam naar me toe en ze doet ook van die vieze praatjes. Hey, Jurg zei het net ook al vrij uitgebreid. En ze kwam naar me toe en ze zette al die sexy stem op. Dus ik voelde al nattigheid, weet je wel. En ze loopt naar me toe en ze zegt, Paul, als wij dadelijk naar je ouders rijden en we zitten in de auto op de snelweg, ga ik jou een keertje pijpen op de snelweg. Dus ik in paniek, hè. Ik zei, ja, dat is goed, maar dan rij ik. Ja, veiligheid is belangrijk, hè, mensen? Het is wel de meest epische manier om uit je auto geknipt te worden door de brandweer, trouwens. Als je op de bijrijdersstoel zit met het hoofd van je vriendin erin, zo. Ja. Word je gelijk op de schouders gehesen, denk ik. Dat gebeurde in mijn droom, in ieder geval. Wat ik zei, het is een hele mooie. Ze is ook weer zwanger. Dankjewel voor de bakken sympathie die mijn kant op komt uit de Zeester. Ja, toch. Ik word weer vader. Ik word voor de tweede keer vader. En dat vind ik super tof. Alleen het is heel anders dan de eerste keer. De eerste keer als je vader wordt. Zijn er vaders in de zaal trouwens? Ja. Ja, maar dat zie ik. Je hebt ze ook allemaal bij je, zie ik. Charles Manson op de voorste rij. Maar als je vader wordt. Weet ik nog wat, de eerste keer dat ik vader werd, kwamen er allemaal andere vaders naar me toe. En die zagen aan mij dat ik gewoon geen flauw idee had wat ik moest doen. Er kwamen allemaal andere vaders naar me toe. En die hadden adviezen waar je helemaal niks mee kan. Er kwam op een gegeven moment kwam er één gast naar me toe. En die zei, Paul, die bevalling, die hoef je niet te filmen, joh. Ik zo, niet? Oké, praat alsjeblieft verder, mafkees. Dus hij ging door. Hij zei, ja, ik had mijn broer gevraagd. Wat? Hij zei, ja, en daarna hebben we hem ook maar een keer of vier gekeken. Hoe gaat dat? Gewoon, hé, schat, Utopia is afgelopen. Kom, we gaan even naar je kut kijken. Kom erbij zitten. Het is heel bizar. Maar de ergste vond ik, de andere vaders die kwamen naar me toe. En dan zei ze, Paul, als vader leer je elke dag. Elke dag leer je wat nieuws. Maar wat ze er vergeten bij te zeggen is dat je pas echt leert als aanstaand vader. Van je zwangere vriendin. Elke dag. Hoe vaak je het fout hebt. Ik zal jullie een voorbeeld geven. Gewoon. Is er iemand in de zaal met een zwangere vriendin op dit moment? Gaat iemand nog bezwangeren vanavond, Nijmegen? Stel, jij bezwangert haar vanavond. Ik zie het aan je, gaat gebeuren. Stel, jij bezwangert haar en het is niet eens jouw vriendin. Dat is jouw vriendin. Dat is het bizarre eraan. Maar je doet het gewoon. Want fuck it, je bent in Nijmegen. Het is donderdag. Je bent 3 kwartier verdwaald geweest op het Keizer Karelplein. Je denkt, fuck it, ik ga neuken. Stel je bezwangert haar. En dan heb ik een dikke tip voor je. Als zij naar je toe komt en ze zegt tegen jou, Paul, moet je sowieso Paul heten. Belangrijk begin. Als zij naar je toe komt en ze zegt, Paul,
alle andere vrouwen die je kent zijn hoeren, moet je niet reageren met, dus je moeder ook. Vinden ze niet zo leuk. Ik dacht bij mezelf ook, hoor je nou wel gewoon wat je zegt, weet je wel. Mensen zeggen zulke bizarre dingen af en toe. Hè? Weet je wie echt de koning van de bullshit is gewoon? Ex-vriendinnen uit Brabant. Je kent ze wel, toch? Nee, ik zou je stellen, mijn ex uit Brabant, die had een stopwoordje, witte wel. Ken je dat? Witte wel? Witte wel, jij kent het toch? Witte wel. En dat zei ze achter iedere zin gewoon. Ik werd helemaal scheidsziek van. En gewoon van, ja, wat ga je vanavond doen? Ja, ik ga vanavond even naar Romy, witte wel? Romy, witte wel, van Bob, witte wel. Ik heb 3 maanden gedacht dat die gasten Romy en Bob witte wel eten. Verschrikkelijke taal dat Brabants, echt. Dus ik heb een apart jaar. Mijn vriendin is zwanger. Ik ben ook verloofd trouwens. Wederom dankjewel voor de pakken sympathie die mijn kant op komt, jongens. En ik heb een paar maanden geleden, dat was wat minder, hebben we mijn oma begraven. Ja, was niet omdat ze niet leuk was, hoor. Je zit hem aan te kijken. Was niet nou, oma. Je rummycup is in de kou gevallen. Kom maar gauw hier voordat iemand anders ermee vandoor gaat, hè. Hatsa, nee. We waren, wel 90% zeker dat ze dood was. Wij zijn in mijn familie heel slecht met begrafenissen. We moeten overal domme grapjes maken. De laatste begrafenis waar ik ben geweest, dat was met mijn broer. En dat was een hele zware christelijke begrafenis was dat. En dat was een hele christelijke dienst. En dat ging maar door. En aan het eind van de dienst zei de dominee, die zei... En zo zal ook Leendert zien dat de dood niet het einde is. En mijn broer die leunt zo naar mij zo en die zegt... Wedden? Dat is ongeveer hoe mijn begrafenis omgaan. En we gingen voor mijn oma gingen we een boeketje halen. Ik kom uit een klein dorp in het westen. Lekkerkerk. Kent iemand Lekkerkerk? Ja? Jij weet alles, man. Gewoon Wikipedia op de voorste rij. Waar ken je Lekkerkerk van? Ik ben er al zo regen. Oké, ja, dat is ook alles waar dat doet. Ja. Dus veel verder is er niet. Het is een Egyptische pizzeria met Griekse pizza's en een Sphinx op de voorkant. Dat is een beetje wat Lekkerkerk is. Maar het is een heel klein dorp en iedereen praat met elkaar. Dus iedereen wist van, nou, Paul's oma die wordt begraven vandaag. Dat wisten ze allemaal. En ik ging samen met mijn vader en mijn broer ging ik een bloemetje halen. Voor oma, om een laatste eer te bewijzen. En we lopen die bloemenzaak binnen. En we pakken echt een prachtig boeketje. Heerlijk boeketje voor oma. En die bloemenman, die ziet ons aankomen bij de toonbank. En we lopen naar de toonbank. En we rammen die bloemen gewoon op de toonbank. Van joh, dit is hem. En hij kijkt ons aan. En in zijn meest serieuze stem zegt hij... willen jullie er nog een kaartje bij? Ik zeg, nou dat is sympathiek. Als ze dan levend begraven, hebben ze in ieder geval wat te lezen. Bloemenman. Nou, zegt mijn broer, weet je wat, bloemenman? Beetje laat voor beterschap, vind je ook niet? Nou, zegt mijn vader, we nemen gewoon die ene met gefeliciteerd met je nieuwe huis. Nijmegen, dankjewel. Fijne avond.